Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Al maanden sleept de overname van Voetbalclub Antwerpen aan. Overnamekandidaat Philippe-Antoine de Graven is spilfiguur. Dat zou hij ook zijn in een oplichtingszaak waar de Correctionele Rechtbank van Antwerpen zich morgenochtend over buigt. Hij zou twee firma's telkens op dezelfde manier miljoenen euro afhandig hebben gemaakt. En dat als leider van een criminele organisatie. Dat zegt een advocaat van een van de opgelichte bedrijven. Hij solliciteerde in 2005 als accountmanager bij een ICT-bedrijf. Na een loopbaanonderbreking zou hij een project voor zijn werkgever hebben binnengehaald. Het zou gaan om de bouw van een zorgcentrum in Bremen, waar hij. De ICT voor mocht verzorgen. De firma die het project leidde had wel een bewijs van solvabiliteit nodig. De werkgever van de graven zou dat met een bankwaarborg van 2,5 miljoen euro bewezen hebben. Maar achteraf zou gebleken zijn dat die derde firma eigenlijk de graven zelf was. Het project en het bedrijf zouden mist geweest zijn, al dus de advocaat van de opgelegde firma, dat ook zegt nooit één cent terug te hebben gezien, wordt dus morgen vervolgd.